hele bijzondere schrijver weer, nu voor jullie allemaal. Die jullie allemaal kennen, want jullie, ik, jullie kinderen waarschijnlijk, misschien wel kleinkinderen, zijn met zijn boeken grootgebracht. En gelukkig worden er nog steeds heel veel kinderen met zijn boeken grootgebracht. Ik herinner me prachtige titels als, ik heb hem ook opgeschreven, ik herinner me niet alleen. Grote mensen, daar kun je beter soep van koken. Op je kop in de prullenbak, kras in het tafelblad, dat is in de Mandelief-serie. Later kwam natuurlijk Polleke. Hij heeft heel veel zilveren griffels gewonnen, gouden griffels, de Astrid Lindgrenprijs, noem maar op. Maar hij schrijft ook, en zeker de laatste jaren, prachtige boeken voor volwassenen. Het boek dat meest recent verschenen is, daarin neemt hij de verhalen uit de Bijbel en die vertelt hij opnieuw. Maar dan nogal hard, niets ontziend. Hij is op zoek naar de wat donkere kanten meer van de mensen. Meer geïnteresseerd in de onderlaag. Hij vertelt de verhalen van Adam en Eva opnieuw. De toren van Babel, de ondergang van Sodom en Gomorra. Dat doet hij op hele mooie wijze. En het boek heet De Bijbel voor Ongelovigen. Ook al zo'n mooie titel. Hij gaat daar nu uit voorlezen voor jullie. Dames en heren, een heel hartelijk applaus voor Guus Kuijer. En toen kwam er dus toch weer een man. Ja. Ik heb inderdaad veel kinderboeken geschreven. En daar heb ik veel plezier aan beleefd. Maar ik schrijf geen kinderboeken meer. En waarom niet? Kinderboeken schrijven is moeilijk. Dus ik sta mezelf op een oude dag toe om gemakshalve voor u te schrijven. Ik zal eerst even uit die Bijbel voor ongelovigen voorlezen het nawoord, want daarin beschrijf ik het motief waarom ik deze zogenaamde Bijbel ben gaan schrijven. Het is een nawoord, dus daar gaat hij. De verhalen die u zojuist heeft gelezen staan allemaal in de Bijbel. Als u, zoals ik, met de Bijbel bent grootgebracht, weet u dat natuurlijk al lang. Maar anderen zal het wellicht verbazen. Staat er echt in de Bijbel dat Jacob met God worstelde en dat God niet van hem kon winnen? Ja, dat staat er echt in. Alle verhalen uit de Bijbel voor ongelovigen kunt u terugvinden in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Maar ik heb ze natuurlijk wel op mijn manier naverteld. Ik ben grootgebracht met de Bijbel. Maar vanaf mijn 10e jaar drong het tot me door dat ik niet geloofde. Ik herinner me dat ik tot tranens toe in mijn bedje probeerde te bidden. Maar daarbij het gevoel had dat ik me aanstelde. Ik speelde het jongetje dat aan het bidden was. Ik speelde kortom toneel. De Bijbelverhalen bleven me niettemin fascineren. Niet om hun vrome inhoud, maar om hun verbazende vertelkracht. Soms lijken de verhalen zoals de Bijbel die weergeeft te bondig om indringend te zijn. Maar daar wisten mijn schoolmeesters en juffen wel raad mee. De meeste van hen toverden ons een woestijn voor ogen die zij en wij nooit in het echt hadden gezien. Ze richtten waar nodig een bloedbad aan, waar je rode oortjes van kreeg en wisten onstuimig onze woede te wekken over slechte mensen die hun eigen broer als slaaf verkochten. Het werd me duidelijk dat deze verhalen bedoeld zijn om te vertellen. En dat deden mijn schoolmeesters met vuur en daardoor gingen die verhalen leven. Maar natuurlijk sloop ongemerkt de interpretatie van de verteller het verhaal binnen. Dat kan niet anders en dat moet ook. Een verhaal komt niet tot leven wanneer de verteller het zich niet eigen heeft gemaakt. Met de Bijbel voor ongelovigen volg ik de traditie van de vertellende schoolmeester. Met dit verschil dat hij waarschijnlijk gelovig was en ik niet. Anders dan hij ben ik op zoek geweest naar sporen van twijfel, tegenspraak, ongehoorzaamheid en zelfs ongeloof
die volgens mij in de Bijbel te vinden zijn. Genesis is naar mijn mening niet in de eerste plaats een vroom traktaat, maar eerder het verslag van een reis waarvan het doel en de bedoeling onzeker zijn. Het is bovendien een beschrijving van de menselijke aard, een zie de mens in zijn grootsheid, maar zeker ook in zijn kleinzieligheid. Tot op de dag van vandaag begrijpen we dat het leven een zoektocht is en dat de mens ondanks zijn unieke intelligentie niet weet waar het heen moet. En dat is volgens mij wat de verhalen in het boek Genesis ons willen vertellen. De worsteling met God is de worsteling met het raadsel dat leven heet. Oké, nou weten jullie waarom ik dit heb geschreven. En ik begin dus, in geen een van de verhalen zijn kort genoeg om ze in hun geheel voor te lezen vanavond. Dus jullie krijgen een gedeelte te horen uit het verhaal van Gam. Daar gaat hij, het verhaal van Gam. Ik heb mijn leven lang geprobeerd bij mijn vader in de smaak te vallen, maar het is me niet gelukt. Hij heeft me vervloekt omdat ik de verkeerde dingen zei. Ik ben Gam, zoon van Noach, vader van Kaan. Toen Noach tegen de 600 liep, begon hij zich vreemd te gedragen. Hij liep half gekleed door ons dorp en verkondigde dat de mensen slecht waren en dat God boos op ze was. Omdat ik van mijn vader hield, maakte ik me ongerust. Wat doen ze dan, vroeg ik. Wat is er slecht aan hen? Ik was al bijna 100 jaar oud. Ik vond dat ik het recht had dergelijke vragen te stellen. Ze doen onrecht, snauwde Noach. Meer zeg ik niet. Waar bemoei je je mee? Is het niet voldoende dat je vader zegt dat ze slecht zijn? Natuurlijk, vader, zei ik. Maar wees voorzichtig. De mensen horen dat niet graag. Ze kunnen mij niks maken, zei hij, want God is met me. Die uitdrukking ergerde me. Want wat moet je doen wanneer een mens zich verschanst achter Gods brede rug? Toen hij een keer bont en blauw geslagen uit het dorp terugkeerde, werd hij door Sem en Javet liefdevol verpleegd. Maar ik schamperde, God deed zeker even een dutje. Dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Maar ik was ongerust, omdat ik van hem hield. Mijn broers waren volgzamer dan ik, maar ik betwijfel of ze veel om mijn vader gaven. Mijn liefde voor hem brandde in mij. Ik verlangde naar zijn wederliefde, maar die kreeg ik niet. Noach had geen mensen nodig. Hij had God. De God van Adam, onze voorvader. Diens verhaal is van vader op zoon overgeleverd. Het verhaal van Adam ging over de tong bij al onze voorvaderen en kwam tenslotte bij Noach terecht, die het op zijn beurt aan Sem, Javet en mij doorvertelde. Hij prees het geloof van Abel. Maar mijn vader was een akkerbouwer, net als Kain, de man die hij hardgrondig verafschuwde. Noach was akkerbouwer, terwijl hij wist dat God niet van akkerbouwers hield. Mijn grootvader had hem duidelijk gezegd dat God het akkerland vervloekte. God hield alleen van nomadische herders. Wat gebeurt er met een gelovig man wanneer hij beseft dat hij met zijn dagelijks werk zijn God beledigt? Hij wordt bang en krijgt een afkeer van het leven. Sommige mensen zijn in staat een ander beroep te kiezen wanneer ze niet tevreden zijn met het hunne. Anderen raken aan de drank. Noach raakte aan de drank. Wanneer hij dronken was, kreeg hij de geest. Hij wankelde door de straten en hield met zijn beledigingen de mensen uit hun slaap. Rovers en moordenaars, God zal jullie als ratten verdelgen. Sem en Javet probeerden hem met zachte hand van de straat te halen, wat soms lukte, maar meestal niet. Ik daarentegen schold hem uit voor stomme dronkenlap, omdat ik hem wakker wilde schudden uit zijn roes. Mijn vader had niet helemaal ongelijk.
Landbezit leidt tot moord en doodslag. Omdat er altijd grensconflicten zijn. Er werd geroofd en gemoord. Maar dat leek me geen reden om buiten zinnen te raken. Ik weet niet of het door de drank kwam, maar mijn vader begon steeds slechter te zien. En tenslotte werd hij met blindheid geslagen. Met zijn blinde ogen zag hij dingen die er niet waren. En hij sloeg onzin uit, waardoor iedereen hem uitlachte. Ons dorp lag in een streek die geteisterd werd door lange droogtes. Het dorstige land moest worden besproeid met water uit diepe putten. En ook om water sloegen de mensen elkaar de hersens in. Het was kostbaarder dan goud. Noach werd geobsedeerd door water. De enkele keer dat het regende, rende hij naar buiten en huppelde in de stortregen net zolang tot het ophield. En daarna stampte hij nog een tijd rond in de modderplassen, zoals kleine kinderen doen. Ook dan was hij dronken, maar niet van wijn. Op een dag toen hij doorweekt in zijn tent neerplofte, zei hij: er zal een dag komen waarop de regen niet ophoudt en alles door het water wordt verzwolgen. De aarde zal worden schoongewassen van alle ongerechtigheid, want God heeft gezien dat alle mensen slecht zijn, behalve ik. Mijn moeder en mijn broers knikten braaf, maar ik was weer zo stom om iets te zeggen. Ja, zei ik, het hele dorp is vol lof over uw ongelooflijke goedheid. Hij wist dat de hele gemeenschap hem haatte en mijn spot ontging hem dan ook niet. Bij wie hoor jij? Vroeg hij op bittere toon. Bij de mensen of bij mij? Bij u en bij de mensen, zei ik. Er viel een onrustbarende stilte. Mijn vader leek met zijn blinde ogen naar me te loeren met de blik van iemand die een schurftig dier bekijkt. Ik hield van hem. Maar de wijn had zijn geest verwoest. Hij was onbereikbaar geworden. Hij legde zich op zijn rustbed en sloot zijn ogen. En toen kwam er onverhoeds een gedachte in mij op die zo dwaas was dat ik al begon te lachen voor ik hem uitsprak. Ik zei: u zult een boot moeten bouwen. Het was een grapje, meer niet. Ik hoopte hem aan het lachen te krijgen, maar hij lachte niet omdat hij in slaap was gevallen. De volgende dag riep hij ons bij elkaar. Mijn moeder, mijn broers met hun vrouwen en mijn vrouwen en ik. Luister, zei hij, God heeft mij gezegd dat ik een boot moet bouwen. Ik wilde roepen, dat was ik, niet God. En het was maar een grapje. Maar ik hield dit keer wijselijk mijn mond. Een boot, vroeg Sem. Maar vader, waar wilt u met die boot gaan varen? Hier, zei God, zei Noach, want God zal de mensen met een vloedgolf van de aarde wegvagen. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want hij heeft er spijt van dat hij ze heeft gemaakt. Ach, wat naar voor God, zei ik. Al die moeite voor niks. Noach zweeg. Zijn ogen schenen me te zien en leken me te doorboren. Wie van mijn zonen was dat, vroeg hij. Gam, zei ik. Noach knikte. Waarom hoor ik altijd spot in je stem? Waarom heb je geen eerbied voor je vader? Ik zweeg, omdat hij toch niet zou begrijpen dat ik hem geen eerbied, maar liefde wilde geven. God heeft spijt van zijn schepping, zei hij. Hij wil een nieuw begin maken, want geen moeite is hem te veel. Hij zal alle mensen en dieren uitroeien. Behalve de vissen, zei ik, en de watervogels. Ik weet niet wat het was. Ik kon het spotten niet laten. Bijna alles wat mijn vader zei, werkte op mijn lachspieren. Maar mijn lach was geen uiting van vrolijkheid. Eerder van wanhoop. Ik wilde dat hij me zag. Terwijl hij blind was voor alles en iedereen. Was ik de enige die daarnaar verlangde door zijn vader gezien te worden? Ik wist het niet. Aan mijn broers was niets te merken. Zij luisterden naar Noach alsof hij een god was, ademloos en met eerbiedige verering. Wat betekent dat eigenlijk? Eerbied.
Het lijkt me een soort harteloosheid van mensen die op veilige afstand zwijgend gadeslaan hoe een mens of een god ten onder gaat. Mensen en goden gaan kapot aan eerbied, omdat iedereen, mens of god, liefdevol bespot moet worden, wil hij overleven in ons hart. Als mijn vader van de liefde had geweten, had hij niet naar eerbied getaald, dat weet ik zeker. Maar hij kende de liefde niet. Hij kende zijn eer en zijn drang. Gam, zei Noach, wil jij mee aan boord? Ja, vader, zei ik. Als onze vrouwen en kinderen ook mee mogen. Jullie vrouwen wel, maar jullie kinderen niet. Goed, vader, dan laten we uw kleinkinderen verzuipen, zei ik. Zelfs hierom durfden nog mijn broers, nog mijn moeder te lachen. Sem en Jafet staarden me ontzet aan, maar het was niet ik. Het was hun vader die onbewogen hun kinderen en de mijne ter dood had veroordeeld. God wil het zo, zei hij. O, zei ik, dan is het goed. Ik wist bijna zeker dat het mijn broers nu te veel zou worden. Ze zouden opspringen. Ze zouden mijn vader naar de keel vliegen. Ze zouden hem toeschreeuwen dat hij kon oprotten met God en al. En dat hij met zijn vrome jatten van hun kinderen moest afblijven. Maar er gebeurde niets. Ze luisterden bleek en vol eerbied naar de man die van plan was hun leven te vernietigen. Ik moet een boot maken van pijnbomenhout, zei Noach. Wie van jullie gaat me daarbij helpen? Er volgde een hulpeloze stilte. Want wie wil meewerken aan de ondergang van zijn gezin? Mijn broer zweeg als het graf en ook ik was van plan er het zwijgen toe te doen. Maar toen dacht ik, geloof ik in de hersenspinsels van een oude dronkaard wiens verstand is verwoest door de drank? Geloof ik dat God zijn eigen schepping wil vernietigen? Waarom zou ik geen boot voor hem bouwen als hij daar genoegen in schept? Een boot midden in het kurkdroge land. Een boot die nooit water zal zien. Dus zei ik, ik, vader, ik zal je helpen. Gam, jij? Ik zag de verbazing op zijn gezicht. Ja, vader, zei ik, maar op één voorwaarde. Aha, riep Noach, natuurlijk, een voorwaarde. Mijn zoon Gam zal eens een keer niet de wijsneus uithangen. Ja, vader, zei ik, deze wijsneus wil u alleen helpen wanneer u gedurende de bouw van het schip geen druppel wijn drinkt. Alweer die loerende, blinde blik. Ik vroeg me af waarom ik van hem hield. Was het echte liefde? Of was het verlangen naar erkenning? Wat was er beminnelijk aan deze man? Waarom brak ik niet met hem? En vertrok ik niet met mijn gezin naar enig ander land? Een zoon die kritiek heeft op zijn vader, vroeg Noach. Kritiek? Drink gerust uw wijn en vraag iemand anders. Hij zweeg knorrig en wachtte af. Ik zag Sem en Jafet onrustig worden. Ze wisten waar Noach op wachtte, maar ze gaven geen kik. Mijn broers hebben zich hun leven lang in zwijgen gehuld. Nooit deelden ze een gedachte met iemand. Zij waren mijn vader onderdanig en bang voor hun gevoelens. Ze wantrouwden elkaar, maar mij wat minder omdat mijn vader een hekel aan me had. En nu was er plotseling een nieuwe situatie ontstaan. Ik bood hem mijn hulp aan en zij niet. Zij geloofden in de profetische gaven van mijn vader. Ik niet. Dat was het verschil. De voorspelling van een komende vloed verlamde hen van schrik. En ik beken dat ik genoegen beleefde aan hun verwarring. Stel je voor, het 10-jarige zoontje van Jafet nam zijn blinde grootvader dag in dag uit bij de hand om hem te brengen waarheen hij wilde, maar die jongen mocht niet mee aan boord. Denk het je in. Laat het niet aan je voorbij gaan.
Dit was het bevel van Noachs God. Ik zag een verschrikkelijke toekomst voor mijn volk voor me. Niet om het geloof in God, maar om het geloof in een profeet als mijn vader. Er moeten ook mensen zijn die op de akkers werken, bracht Javed tenslotte uit. Gedurende de bouw van het schip moet het toch gegeten worden. De schapen moeten worden gehoed, de koeien gemolken, zei Sem. Het huishouden gedaan, zei mijn moeder. De kinderen gevoed en gekleed, zeiden mijn schoonzusters. Niemand wilde meewerken aan die idiotenboot, behalve ik. Maar ik voelde de steun van mijn lievelingsvrouw toen ze haar hand op mijn rug legde. Misschien dacht ze dat ik een plan had. Maar ik had geen plan. Het was een opwelling geweest. Meer niet. Goed, zei Noach, mijn zoon Gam bouwt de boot. Hij moet worden gemaakt van pijnbomenhout. Er moeten verschillende ruimten in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 el open laten. De ingang moet je in de zijkant maken. De boot moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog 2 verdiepingen. Dat is geen boot meer, zei ik. Dat is een heuse ark. Zo is het, zei Noach. Hij kwam overeind. Kom, laten we beginnen. De moeilijkheid was dat er in de wijde omtrek geen pijnbomen groeiden en dat we in ons droge land nog nooit een boot hadden gezien. We hadden alleen bij geruchten vernomen dat er drijvende houten huizen bestonden en dat mensen zich daarmee over het water konden voortbewegen. Afijn, dan gaan ze die ark bouwen. En omdat ik het verhaal niet helemaal kan uitlezen, zal ik 1 alinea nog voorlezen, waaruit blijkt dat ondanks Gams ongeloof er toch iets gaat gebeuren. Het was weer 3 jaar lang kurkdroog. De ark stond vast op de grond, onze kuipen waren leeg, het enige water wat we zagen kwam uit onze waterputten. En toen, terwijl de hemel strak blauw was en de zon van de aarde een braadpan maakte, toen gebeurde het. Er verscheen een onschuldig wit wolkje aan de horizon, niet groter dan een gebalde vuist. Een wolkje van niks, dat geen enkele aanleiding tot vreugde gaf, omdat er zichtbaar geen regen in zat. Maar tegelijk met dat miserabele wolkje verscheen er een immense stofwolk aan de horizon, zo hoog en zo breed als we nooit eerder in ons leven hadden gezien. Er stond geen wind. Dus niemand begreep hoe die stofwolk was ontstaan en hoe die zich voortbewoog. Maar hij bewoog onmiskenbaar en wel in onze richting. De mensen bereidden zich haastig voor op een komende zandstorm, want dat was het enige waarmee het vreemde verschijnsel kon vergelijken. Maar er was geen storm. Vervolgens hoorden we een rommelend geluid en voelden we de grond trillen onder onze voeten, maar het onweerde niet. Ik stond in de buurt van de ark verstijfd van schrik, omdat ik absoluut niet begreep wat er gebeurde, tot ik de brullende stem van mijn vader hoorde. Dit is de dag, schreeuwde hij. Ze komen eraan. Zet de ark wagenwijd open. Ik wist niet wat Noach bedoelde, maar ik gehoorzaamde onmiddellijk. Ik liet de enorme laadklep aan zijn kettingen naar beneden takelen, waardoor de ark openklapte als de muil van een monsterlijk fabeldier. En wat er toen gebeurde, zal over een paar generaties niemand meer geloven. Of ze zullen zeggen: je moet dat soort verhalen niet letterlijk nemen. Maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien. De enorme stofwolk werd veroorzaakt door een eindeloze optocht van dieren. Ze kwamen ordelijk, 2 aan 2 aangelopen, 2 spierwitte beren voorop. Ze liepen recht op de muil van de ark af en stommelden naar binnen, rustig, weloverwogen, en zochten ieder hun eigen hok op, alsof iemand de binnenkant van de ark voor ze had uitgetekend en ze die tekeningen in hun kop hadden geprent. Ik geloofde niet in wonderen, maar ik zag het wonder zich voor mijn ogen voltrekken.